Vandaag deel ik met jullie mijn reflectie op het afgelopen jaar, jaar 5 van geneeskunde. En ik ga het over 3 dingen hebben. Hoe jaar 5 praktisch gezien eruit heeft gezien voor mij. Nummer 2, hoe ik begon als student aan jaar 5 en hoe ik er nu op terugkijk. En nummer 3, welke co-schappen ik allemaal heb gelopen en wat ik daarvan vond. Mijn naam is Naomi Gabriel, ik ben een zesdejaars geneeskundestudent en op de kookkamer deel ik met jullie alles wat ik over de laatste jaren heb geleerd over leren, studeren, geneeskunde en andere dingen die me interesseren. Voordat we beginnen met deze video wil ik even een disclaimer plaatsen, want alle meningen in deze video zijn mijn meningen. De overtuigingen die ik heb zullen anders zijn dan die van andere co-assistenten. Verder is dit ook redelijk specifiek voor de universiteit waar ik aan studeer, namelijk die van Groningen. Onderwijs in andere steden kunnen anders geregeld zijn. En als laatste representeer ik niemand anders dan mezelf. Dus geen ziekenhuis, geen opleiding of arts. Alle meningen zijn die van mij. Oké, laten we beginnen. Ik wil dus beginnen met hoe jaar 5 er praktisch gezien uitzag voor mij. Want het begon een beetje vreemd. Ik zou eigenlijk in mei 2020 beginnen met jaar 5. En een paar dagen voordat ik klaar was met de laatste toets van jaar 4, ging de faculteit dicht. En hij ging dicht voor volgens mij 4 maanden. Want in plaats van een startdatum in mei, begon ik in eind augustus met jaar 5. Ik verhuisde van Groningen, waar ik jaar 4 had gedaan, naar Zwolle om te beginnen aan jaar 5. Het is namelijk gebruikelijk dat studenten in hun 5e jaar in Groningen, in een perifeer ziekenhuis zoals het genoemd wordt, hun stage doen voor een jaar. Ik vroeg jullie ook via Instagram wat jullie wilden weten over mijn reflectie op jaar 5. En iemand vroeg, hoe zit het met het studeren? Heb je die toetsen? Hoe loopt het met de co-schappen? Dus laat ik daarmee beginnen. Qua tentamens heb je in Groningen in jaar 4 eigenlijk de meeste tentamens van je studie wel gehad. Dan heb ik het over tentamens waarvoor je een bepaald aantal hoofdstukken krijgt om te leren en vervolgens daarvoor gaat blokken. In jaar 5 en jaar 6 heb je wel tentamens, maar die zijn eigenlijk heel anders opgezet. Het gaat namelijk om de voortgangstoets. En de voortgangstoets is een toets met kennis van de afgelopen 6 jaar, dus eigenlijk de hele studie zit daarin verwerkt, in 200 vragen. Heb je 4 keer per jaar deze toets. En elke poging moet je een hoger percentage goed hebben. Dus jaar 1 doet dezelfde toets als jaar 6. Maar jaar 1 hoef je maar een paar procent goed te hebben. Aan het eind van jaar 6 moet je volgens mij rond de 42% goed hebben. Als ik het niet verkeerd zeg. De kerkklokken gaan af. Ik wacht even hoor. Dus jaar 5 is eigenlijk zonder tentamens, maar je hebt wel een heleboel wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke opdrachten die je in het jaar moet afmaken. Als je daar iets meer over wil zien, kun je hier de video bekijken die ik heb gemaakt over een wetenschappelijke opdracht in jaar 5. Nou, naast deze voortgangstoets heb je natuurlijk co-schappen. Je loopt dus eigenlijk fulltime co-schappen. Voor mij waren het 8 co-schappen in 1 jaar. Naast de co-schappen heb je ook onderwijsmomenten. Woensdagmiddag is een onderwijsmoment waarop je zowel van artsen als van medische studenten onderwijs krijgt over een bepaald onderwerp in de geneeskunde. En eens in de 2 weken hebben we intervisie. Dat houdt in dat we in een groepje, een coachgroep met medestudenten bespreken wat er goed gaat in de week, waar we tegenaan lopen, hoe we daar misschien mee om kunnen gaan. Dus het is wel een fijne manier als je bijvoorbeeld dingen meemaakt die best wel heftig zijn of lastig, om daar samen over te praten. Oké, dan wil ik naar het tweede deel, namelijk hoe ik begon als student aan jaar 5 en hoe ik daar nu op terugkijk. Ik begon eigenlijk eind van jaar 4 met best wel onzekerheid over mijn medische kennis. Jaar 4, eerste jaar co-schappen, was voor mij echt een tijd waarin ik de consultvoering, dus het gesprek voeren met een patiënt, iets meer mijn eigen had kunnen maken. Maar nu merkte ik dat ik vaak medische dingen niet echt goed kon integreren in zo'n gesprek. Een voorbeeld is dat ik een gesprek had gevoerd met een patiënt, vervolgens teruggaan naar de arts om dat over te dragen. Waarop de arts eigenlijk zegt, weet je of ze ook koorts heeft? Heeft ze buikpijn? Heeft ze bijvoorbeeld overgegeven? En dat ik bij al die vragen dacht, oh ja, natuurlijk had ik dat ook moeten vragen. Maar dat ik dat in het gesprek zelf eigenlijk helemaal niet had bedacht. Hier voelde ik me ook best wel rot over. En ik dacht dus echt dat ik hierin achterliep. Dus dat is iets waar ik heel erg mee zat. Nu kan ik achteraf alvast zeggen dat dat normaal is. En dat dat gewoon een leerpunt is wat hoort bij die fase van de studie. Ook nu nog moet ik medisch inhoudelijk
veel oefenen met consulten. Dat is hoe je beter in wordt. Dus het echte leerpunt is hier waarschijnlijk om minder perfectionistisch te zijn. Iets wat denk ik meerdere studenten wel zullen herkennen. Verder op persoonlijk vlak twijfelde ik aan het begin van jaar 5 nog best wel over of ik wel arts wil worden. Ik vind veel dingen buiten geneeskunde ook heel interessant. En co-schappen lopen is ook gewoon op momenten heel zwaar en niet altijd even leuk. Dus ik heb veel rondgelopen met het idee dat ik misschien wel iets anders wilde worden dan arts. Waardoor ik aan het begin van jaar 5 wel met goede moed begon. Maar ook ergens in mijn hoofd altijd speelde met het idee om iets anders te gaan doen. Hier zal ik ook binnenkort een aparte video over maken, want hier zou ik ook echt een uur over kunnen praten. Nou, als laatst had ik feedback in jaar 4 gekregen dat ik mezelf meer moest laten zien, meer vragen moest stellen. Dit was ook echt omdat ik in jaar 4 bij de co-schappen waar ik me niet zo erg thuis voelde, het heel moeilijk vond om initiatief te nemen. Om als co-assistent net beginnend in zo'n groep van ervaren artsen mijn vinger op te steken en een vraag te stellen. Dat vond ik echt vreselijk. En dat was dus een feedbackpunt waar ik mee aan de slag wilde in jaar 5. Nou, nu is het eind jaar 5. Ik ben klaar en ik begin binnenkort aan jaar 6. Dus hoe kijk ik terug op deze dingen? Laat ik gelijk beginnen met dat laatste wat ik zei over het vragen stellen en mezelf laten zien. Ik heb inmiddels geleerd dat de leerstijl voor mij is in het diepe gegooid worden. Als een arts tegen mij zegt, we beginnen vanochtend de poli, begin jij het gesprek? Dan denk ik, yes, ik doe het gewoon. Ik vind het echt soms ontzettend eng, maar ik merk dat ik in het diepe gegooid worden het fijnste vindt om van te leren. Omdat je dan in best wel korte tijd een aantal dingen tegenkomt die je nog niet zo goed kan. Maar ook de mogelijkheid hebt om het gelijk te bespreken met een arts. Om het vervolgens de volgende keer op een andere manier te doen. Maar de medische kennis. Ik denk dat ik, als ik het bekijk van dag tot dag, weet ik dat het moeilijk is om te zien hoeveel je leert. Maar als ik nu, ik moest hiervoor bijvoorbeeld even terug mijn portfolio in die we bijhouden voor de studie. En als ik dan zo teruglees, dan denk ik, wow, dat voelt echt als een wereld van verschil hoe ik toen medisch redeneerde en nu. Ik heb het hier ook met verschillende artsen over gehad, dat ik me vaak opgelaten voelde als ik iets niet wist of dat ik het moeilijk vond om fouten te maken. En eigenlijk zeggen de meeste artsen wel, dit hoort er ook gewoon bij. Als jij in opleiding bent tot arts en zelfs als je basisarts bent, je kunt niet alles weten. Dat is onmogelijk. En ook de specialisten die in hun vak zitten weten ook lang niet alles. Dus het beste wat je kunt doen is comfortabel worden met het feit dat je niet alles weet. Nou, dat is nog steeds een work in progress. Oké, en het twijfelen over het vak waar ik het over had aan het begin van jaar 5. Dat is echt een wereld van verschil met begin jaar 5 en nu. Begin jaar 5 dacht ik echt, het wordt echt de op of de onder of ik wel arts word of niet. Er waren zelfs dagen tussen waarop ik dacht, ik weet niet eens of ik deze studie wil afmaken. Terwijl ik zo dichtbij, zeggen mensen altijd, je bent zo dichtbij, maak het af. Dat voelde voor mij echt niet zo. Nu aan het eind van jaar 5, waarop ik nog maar een half jaar te gaan heb, voelt dat veel meer zo. Alsof, nou, wat is nou nog een half jaar? En daarnaast denk ik ook dat ik het werk inhoudelijk gezien veel leuker ben gaan worden. Dat ik mezelf veel meer als arts zie werken later. Dat ik misschien nog steeds wel soms twijfel over wat mijn rol nou precies gaat zijn in de gezondheidszorg. Maar eigenlijk, omdat ik meer kan, ik heb meer geleerd, ik heb meer met artsen gesproken en mijn twijfels bij ze neergelegd. Hoe meer ik dat heb gedaan, hoe meer ik me besef dat ik echt wel op mijn plek ben in dit vak. En dat er echt een heleboel toffe dingen zijn die goed bij mij passen. Dus die twijfels zijn niet 100% weg, maar een stuk minder aanwezig dan begin van jaar 5. Dus terugkijkend voelt het soms deze studie als een soort rijdende trein waar je instapt in het begin van jaar 1 en die zo alle stations voorbij raast. Maar als ik dan toch even nu terugkijk op het hele jaar, jaar 5, merk ik hoeveel je eigenlijk leert in korte tijd. En niet alleen medische kennis of het voeren van een consult, maar ook het praten met verschillende patiënten, met verschillende artsen. Je leert eigenlijk allerlei vaardigheden die je van tevoren niet dacht te leren. Dus ik hoop dat ik dit soort reflecties vaker doe, zodat ik ook voor mezelf kan waarderen hoe het hard werken zijn vruchten afwerpt. Oké, dan als laatste wil ik even snel door alle co-schappen die ik het afgelopen jaar heb gedaan. Het waren er dus 8 en per co-schap wil ik even belichten wat ik er het leukst aan vind of wat me het meest is bijgebleven. Mijn eerste co-schap van dit jaar was urologie. Nou, urologie, alles wat te maken heeft met de urinewegen.
Patiënten zijn veelal man, maar er zitten ook zeker vrouwen tussen. En dit is een koosschap waarbij ik niet zo'n goed beeld had van de specialisatie. Dat geldt eigenlijk voor de meeste geneeskundestudenten wel. We leren natuurlijk theoretisch gezien echt wel urologische dingen. Maar wat het vak nou inhoudt, maakte me eigenlijk heel enthousiast. Ze hebben namelijk een mooie mix van chirurgische handelingen, maar ook polyafspraken. Dus dat een patiënt komt met een consult met de specialist. En het is ook best wel een compact vak. Dus er zijn een x-aantal ziektebeelden. Iedereen heeft ook wel zijn subspecialisatie. Maar als beginnende co-assistent is het best wel makkelijk om binnen 4 weken een goed beeld te krijgen van de veel voorkomende ziekte. En ook hoe je een consult voert voor die ziektebeelden. Dus ik vond urologie echt super tof. Wil je de video zien van mijn co-schap urologie, kun je die hier bekijken. Tweede co-schap van jaar 5 was psychiatrie. Dit deed ik op de IHT, de Intensive High... Nee, waar staat het voor? De HIC, de High Intensive Care. Dus dit zijn patiënten die opgenomen worden met bijvoorbeeld een psychose. Nou, best wel heftig was het. Ik wist van tevoren ook niet zo goed wat ik moest verwachten. Wat ik leuk vond hieraan is sowieso de psyche. Het is iets wat mij altijd wel heeft geïnteresseerd, ook tijdens het leren in de bachelor. Maar ook dat het voeren van een consult echt een specialisme op zich is. Je gaat natuurlijk niet een patiënt vragen of ze ook een urineweginfectie hebben. Of nou ja, dat zeg ik nu zo, maar dat is ook onderdeel van psychiatrie. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk over de psyche. Dus over hoe iemand zich gedraagt. Je moet veel observeren. Dan op de goede manier de goede vraag stellen. Dat vervolgens ook weer goed beschrijven. Dus het was echt heel interessant om dit een keer zo van dichtbij te zien. Mijn derde co-schap was interne geneeskunde. En voor interne geneeskunde was ik eerlijk gezegd echt ontzettend bang. Interne geneeskunde is een soort van het co-schap der co-schappen. Bij interne geneeskunde, voordat je aan begint, is het beeld echt dat alles hier samenkomt. Dus het voorbereiden op dit co-schap was ook best een uitdaging. Omdat ik dacht, waar moet ik me nou op focussen? Je hebt de nieren, je hebt de diabetes, je hebt de andere endocrinologische aandoeningen. Er zijn zoveel verschillende specialisaties binnen interne geneeskunde. En als beginnend co-assistent van jaar 5... voelde ik me absoluut niet bekwaam om daar aan te gaan staan. In de eerste week merkte ik ook hoe overweldigend dat kon zijn. Gelukkig had ik een artsassistent waarmee ik eerlijk kon zijn, waarmee ik kon zeggen, luister, ik heb nog nooit op een zaal echt gewerkt, zelfstandig, dus loods me hier doorheen. Daar had hij uiteindelijk wel begrip voor. En achteraf gezien was interne geneeskunde zeker een plek waarbij veel van de processen in het lichaam, als iemand ziek is, samenkomen. Dus ik heb veel kunnen oefenen met hoe het ene orgaan het ander beïnvloedt, maar ook welke diagnostische tests je aanvraagt voor deze ziektebeelden. Ook leer je op deze afdeling dat je echt niet altijd voor elke klacht een verklaring kunt vinden. Het is dus echt een puzzelstuk elke patiënt om te kijken wat er mis met ze is. Dus interne geneeskunde vond ik complex, maar echt super leerzaam. Dit was ook het eerste co-schap waarbij ik echt het gevoel had dat het cirkeltje een beetje rond begon te worden. Dat mijn kennis in mijn hoofd niet meer allemaal afzonderlijke categorieën waren, maar dat het allemaal een beetje samenkwam bij de klacht van de patiënt. Als dat een beetje tot de verbeelding spreekt. Co-schap hierna was longgeneeskunde. En longgeneeskunde na interne geneeskunde was echt een goede match. Omdat ik dus al best wel veel onderliggende dingen had kunnen uitdiepen. En nu bij longgeneeskunde ook een heleboel patiënten tegenkwam die naast een longprobleem ook met interne geneeskunde problemen zaten. Longgeneeskunde was erg leuk. Wel jammer was de coronagolf die weer opkwam, waardoor ik niet bij alles kon zijn. Ik kon dus niet veel polyafspraken bijwonen met specialisten. Heb wel mijn eigen poly kunnen doen, dus daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En ik heb hier ook een bijbaantje op de COVID-afdeling genomen, waardoor ik toch een beetje van dichtbij heb kunnen zien hoe die zorg verloopt. En mijn taak was hier om mensen vervroegd naar huis te sturen met zuurstof en een saturatiemeter. Dus dat was ook interessant om een keer van dichtbij te zien. Oké, de laatste 4 co-schappen ga ik even snel doorheen. Mijn volgende co-schap was oudergeneeskunde. Dit was op een revalidatie oudergeneeskunde kant van het ziekenhuis. Dit vond ik ook heel interessant, zeker na interne en long. Want ook die beelden kwamen weer heel veel tegen op de oudergeneeskunde. Ik vind ouderen sowieso als patiëntenpopulatie ontzettend interessant. En hier kon ik een beetje als semi-arts mezelf opwerpen daar op de zaal. Dus ik had direct contact met de verpleegkundige over wat er moest gebeuren met welke patiënt. Mocht daar ook beslissingen in maken na
dat ik had overlegd met de oudere geneeskundearts. Dus hier kon ik best wel veel zelfstandig doen. Dat maakte het ontzettend leuk. Vervolgens ging ik van ouder naar kinderen, dus dat was een leuke overgang. Waarbij ik me op voorhand heel erg druk maakte om hoe je nou met kinderen een consult doet. Want buiten mijn rol als co-assistent vind ik kinderen ontzettend leuk. En heb ik ook het idee dat ik daar niet zoveel moeite mee heb met kinderen omgaan. Maar nu zit je toch in een soort professionele rol. Moet je misschien dingen uitvoeren wat kinderen eng vinden of wat ze niet willen. En hoe pak je dat nou aan? Nou, dat heb ik echt heel goed kunnen oefenen, want ik had een week mijn eigen poli waarbij ik alle kinderen moest zien voordat de specialisten hem zag. Dus daar heb ik heel veel mee kunnen oefenen en het werken met kinderen vind ik fantastisch, maar ik zie mezelf denk ik niet als kinderarts. Van kindergeneeskunde ging ik naar sociale geneeskunde en voor mij betekende dat op het consultatiebureau. Dat is dus ook met kinderen, vooral met baby's, vond ik ook fantastisch. Het co-schap zelf had ik liever eerder in het jaar gehad. Want vergeleken met ziekenhuisco-schappen was dit een co-schap waarbij het spreekuur eigenlijk best wel hetzelfde verliep, keer op keer. Dus ik had het idee dat ik, als ik het eerder in mijn jaar had gehad, dat ik heel veel had kunnen oefenen met consult voeren, met een anamnese, een gesprek doen met een patiënt of met de moeder of vader van een patiënt in dit geval. En dat het medisch inhoudelijk, als het dan ingewikkeld werd, eigenlijk het kindje doorverwezen werd. Dus soms was het even schakelen wat mijn leermoment zou zijn van zo'n dag. Maar hier heb ik ook mee kunnen lopen met andere specialisten binnen het consultatiebureau. Dus dat was uiteindelijk prima. Van sociale geneeskunde ging ik naar huisartsgeneeskunde. Dat was mijn laatste co-schap van jaar 5. En huisarts is iets wat ik vanaf jaar 1 al roep dat ik dat mezelf wel zie zijn. En in dit co-schap is dat gelukkig ook bevestigd. Ik heb dus 4 weken op een plattelandspraktijk meegelopen met ontzettend leuke artsen. Ik heb heel veel met ze mee kunnen kijken. Ik heb mijn eigen spreekuur kunnen doen. Ik heb met ze kunnen bespreken wat het vak inhoudt. 2 van de huisartsen waren ook praktijkhoudend. Dus ook dat vind ik heel interessant. Want het ondernemen in de zorg is iets waar ik ook heel veel interesse in heb. Dus huisartsgeneeskunde was voor mij echt de kers op de taart. En iets wat veel andere co-assistenten ook noemen, is dat je in het huisartsgeneeskunde, omdat het je laatste co-schap is van jaar 5, dat geldt bijna voor iedereen, merk je dat je best wel veel hebt geleerd. Omdat de klachten die langskomen, er zullen vast ook klachten tussen zitten waarbij je denkt, ja, ik weet echt niet wat ik hiermee moet. Maar het merendeel kun je eigenlijk het consult bijna van begin tot eind wel zelf doen. En dat is zo tof om te merken dat je na zoveel jaar studeren en oefenen en in het diepe gegooid worden en fouten maken en daar heel erg gestrest over zijn van tijd tot tijd, dat je eindelijk in huisartsgeneeskunde denkt, oké, misschien kan ik dit wel. Misschien kan ik toch een goede arts worden. Dat echt het zelfvertrouwen wat ik had in mezelf ontzettend is gegroeid, omdat ik dat zo terug kon zien in die huisartsgeneeskunde. Oké, ik denk dat deze video inmiddels ontzettend lang is geworden. Sorry daarvoor. Als je tot het eind hebt gekeken, dank je wel. Over een aantal co-schappen in deze video heb ik een aparte video gemaakt. Dus die kun je hier en hier bekijken. Vergeet niet te abonneren om de volgende video niet te missen. En tot de volgende video.